koffertje staat klaar. En toen dacht ik me, dit is een goede outfitspiegel. We zijn klaar. Alles in de auto. Maar een... Wat was het nou ook alweer? Joegoslavische. Want bijna alles is uitverkocht als ze het überhaupt al hebben. En ik zat echt net te denken, ik ben er echt een paar jaar geleden mee begonnen. Het is donderdag. Ik ga beginnen. Oh, die was open. Met Sarah haar tas inpakken. Want ze gaat zo bij oma schoolwerk doen. En toen had ze vorige keer gevraagd. Oh, mag ik dan ook gelijk logeren? Want dan ben ik toch bij oma. Dus ja, dat kan. Dus moet je nu natuurlijk niet alleen de hele tas schoolwerk mee. Maar ook al de spulletjes. Dus ik moet even een goede outfit uitzoeken voor haar. En slaapkleren, alles. Zodat ze dat mee kan nemen. Ik vind dat lastig, want Sarah zit in een leeftijdsfase dat het niet snel goed is wat ik pak. Dus ik weet het niet zo snel. Deze broek vindt ze altijd wel oké. Deze trui ook. Lastig hoor, als ze eigenlijk te veel eigen mening krijgen. Deze van Virginio, dit is een jeans legging, maar wel echt een broek legging. Flared, die vindt ze wat heel fijn zitten. Moet ik zeggen, die zit ook mooi, want hij is vrij smal. En deze trui, geen idee waarvan die is, maar die vindt ze altijd leuk. Dus, ja, makkelijk. Maar dat... Past. Even schoenen erbij. Dan ga ik de oude schoenen mee, want ze gaat ook schoolgymmen. In ieder geval een soort van schoolgymmen. En dan heeft ze in ieder geval die schoenen ook mee. Deze kwam volgens mij oké. Dan moet ik nog slaapkleding. Een leuke pyjama. Welke gaan we doen? Ik denk deze. Die is wat leuk. Heeft ze ook gelijk bij allemaal wat over te zeggen. Want deze sterretjes, die zijn glow in the dark. Dus dat is natuurlijk helemaal leuk. Als je die leeftijd bent. De slaapmasker moet mee. Koffertje staat klaar. En toen dacht ik me, dit is een goede outfitspiegel. Ik heb deze blouse aan van Warehouse. Levi's Mile High Skinny Jeans. Of Super Skinny. Ik hou zo van deze broeken. En ik heb deze Calexis pumps weer aan. Deze echt, ja, iedereen zegt altijd, wat zijn die hakken hoog. Maar die lopen echt als sportschoentjes. Het is echt zo raar. Het zegt zo niks over de hakhoogte. Maar ze zijn gewoon stabiel en comfortabel. En echt, ik heb nog nooit ergens pijn gehad in mijn voeten van deze. En ja, ze lopen gewoon lekker. Dus ik zou hier denk bijna de avondvierdaagse nog oplopen. We zijn klaar. Alles in de auto. Moest echt veel mee. En Sarah kwam ook nog met een pop en een hele deken en een kussen erbij. En weet ik veel wat allemaal. En haar speentje, haar mutsje en ja, haar muts, rabbelaar. De muts lag in de gang, maar die heb ik in de tas gedaan. En een rabbelaar. Ja. Want ik wil wel een speeltje voor mijn kindje mee. Dus we hebben aardig wat bij ons. En nu ga ik jou wegbrengen. Heb je er zin in? Ja. Ja. Ik ben weer thuis. Ik heb gelijk de auto leeggehaald. Want echt, Sarah laat vooral alles in de auto liggen. Dat was van spullen die we net hebben meegenomen. En Hoeve heeft ook weer pakjes meegenomen. Daar doe ik de maaltijden voor de opvang natuurlijk altijd in. Dus ik ga even alles opruimen, thee zetten. En alleen nog even een ontbijtje maken, want ik heb een appeltje gegeten. En net een koekje bij de thee, en dat was het. Ik heb lekker fluffy sokken aangedaan, want ik had super koude voeten. Ik heb net heel boven gestofzuigd, gedweld, noem het maar op. Dat ik echt kapot. Ik ben zo achter elkaar doorgegaan. Oh, en ik ben zo lang bezig geweest dat het eigenlijk gewoon alweer bijna tijd is om te gaan koken. Echt.
Dan moet ik wel vroeg gaan koken, want het moet een best wel lange tijd in de oven. Maar toch, ik ga gewoon even 10 minuutjes liggen. En dan gaan we weer wat doen. Mijn schaal staat er nu een beetje in de oven. Het eten was goed gelukt. En wat zo grappig, ik heb een recept gemaakt. Voor moussaka, maar een... Wat was het nou ook alweer? Joegoslavische moussaka, geloof ik. En dat maakte mijn moeder vroeger altijd. En dat heb ik echt in al die tijd dat ik niet meer thuis woon nooit meer gegeten. En nu dus voor het eerst wel. Het was zowaar redelijk gelukt. Alleen de kruidenverhoudingen die had ik nog niet helemaal. Dus de volgende keer moet ik dat net even iets beter doen. Dat hij nog lekkerder wordt. Maar goed, so far so good. Marco vond hem ook heel erg lekker. Dus volgende keer alleen nog testen of Sarah het ook lekker gaat vinden. En ik vind het zo stil in huis. Marco is heel even naar langs Bas en Lisa. Dus ik ga even snel editen, maar ik vind het echt levenloos. En loop net de gang op. En dan ga ik zachtjes doen, terwijl er is niemand boven. Echt, ja, heel raar. Tijd voor een lekker stokbroodje. Ik ben aan het proberen snowboots te bestellen. Want het kan over 2 dagen echt enorm gaan sneeuwen. Alleen, volgens mij heeft heel Nederland besloten snowboots te bestellen. Want bijna alles is uitverkocht als ze het überhaupt al hebben. Maar ja, scholen beginnen natuurlijk maandag weer. En als er dan inderdaad zoveel sneeuw ligt, vind ik het wel echt handig om even wat te hebben. Wat ik tof vind en waarmee ik door de sneeuw kan. Nou zou dat niet hier zijn, maar er kan tot 30 centimeter sneeuw vallen. Dat is gewoon echt... Dat past niet in het scherm, gewoon een lineaal. Dat is echt veel. Dus ik wil wel echt boots hebben. Ik heb boots gevonden. En als het goed is, zou het in 2 dagen geleverd moeten worden. Maar ja, met die drukte momenteel... You never know. Dus ik hoop het echt zo dat ze op tijd binnen zijn. Maar ja... We gaan het zien. Want even kijken, zaterdagavond kon het een beetje beginnen, maar vooral zondag sneeuw. Het is nu donderdag, dus dan zou ik ze zaterdag moeten binnenkrijgen. Nou, ik ben al lang blij dat ik leuke snowboots heb gevonden in mijn maat, die in ieder geval die leeftijd aangaven. Het was wel grappig, een tijdje geleden was ik aan het opruimen, ook op zolder, wat ik elke keer doe. En toen kwam ik oude snowboots van mij tegen. Maar die waren echt gewoon bijna vergaan. Die heb ik echt zo lang niet meer gebruikt. En die had ik in een vuilniszak gewoon wel, dat ze helemaal schoon en droog waren, daarin gedaan. Maar ik denk toch door de droogte. Er zat een stuk kunstleer om. Het waren van die echte, die snowboots. Voor mij heet dat merk ook zo. Maar dat was helemaal gaan verpulveren. Dus ja, daar kon ik echt niks mee. Dus toen heb ik weggedaan. Dus ik heb ook echt niks. Ja, en ik heb ook geen zin om een goede laarzen te verzieken in de sneeuw. Dus ik zou ook echt niet weten wat ik dan anders aan moet. Tijd om naar bed te gaan. En zoals altijd ruim ik de kamer op. En ik zat echt net te denken, ik ben er echt een paar jaar geleden mee begonnen. Ik weet niet meer precies wanneer. Maar om echt altijd voor het slapen gewoon... De kussens weg, dekentjes even opvouwen, onderzet is weg, al dat soort dingetjes. Maar ik ben best wel blij dat ik dat ben gaan doen, want zoals ze zeggen, een opgeruimd huis is een opgeruimd hoofd. En zeker als je dan 's ochtends zo beneden komt, dan geeft dat echt wel een rust. Dus ik ben daar echt happy mee en ik probeer er ook echt altijd heel even die paar minuten voor te maken. Maar goed, nu ga ik slapen. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik even op abonneren hieronder. Dan zie ik je morgen weer.